Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En ik moet even kijken, misschien moet ik ietsje hoger. Ja, kom wel. Hey, hopsakee. Zo, heel even. Ik hoop dat jullie me een beetje goed kunnen zien. Niet zo erg reflex is. Zo, even wachten. Zo. Oh. Even. Zo. Ja. Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Leeg is leeg. Tas is aardig vol. Dus laat ik er maar heel snel doorheen gaan. Een zakje, wat een... Die ik ooit een keer bij Albert Heijn heb gekocht. Ik vind het wel perfecte hartjes. Niks op aan te merken. Dit waren van die blubberdingen. Die zijn heel hard geworden. Die had ik in mijn kledingkast gezet. Dus mijn kleding ruikt extra lekker. Dus deze zijn nu op. Dus ik had al twee in reserve. Die zijn alweer in gebruik. Eerst heb ik twee Nivea opgemaakt. Ja. Bij de kruidvat Action. Waar je ze ook maar kan krijgen. Altijd in de aanbieding. Deze was geloof ik bij de Action. Moet ik even scherp zetten. Zo. Dat is deze jasmijn. Ja, de Wintermoment. Dus die, nou ben ik natuurlijk weer blur. Zo. Dus die twee. Dan heeft hij ook een sterrenlint opgemaakt. Ernst. Ik heb een Natteman... Eucalyptus Thyme en honingsiroop. Eucalyptus verzacht de keel en de luchtwegen. Dat is echt waar, ik meen het. Het kost €10,99 bij de kruidvat. Je hebt twee soorten smaken. En ik moet zeggen, voor mensen met astma, zoals ik, het werkt perfect. Dus in deze tijd, als je een beetje aan het hoesten bent of aan het lellebellen bent, zal ik het zeker doen. Maar ik heb hem de vorige keer in de aanbieding gehaald. Dus houd wel even in de gaten. Maar normaal is die €10,99. En bij de Ethos kan je hem ook krijgen. We hebben een Drift opgemaakt. Ik heb een GABA opgemaakt. En we hebben nog een Drift opgemaakt. Dat zijn twee. En we hebben een Navil Aloe Vera handzeep opgemaakt van de kruidvat. Was toen in de aanbieding, want het is al heel lang geleden. Ik heb een Argenolie Silk Shower Cream Caring Moisturizer opgemaakt. Ik heb hem helemaal leeg gehaald en serieus. Ik kan gewoon nog een beetje eruit halen. Een foaming face wash van Dr. Van der Hoog. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Zo. Dus ben ik wel een beetje blur, maar kunnen jullie in ieder geval zien wat ik opmaak. Die. En dan heb ik ook daarvan en nog eentje. Dit is de 24-hour gel cream. Hydra. Deze. Nou, je kan het zien. Het is echt helemaal op. En de Hydra Green... Caviar Boost. Die heb ik ook opgemaakt. Dat was ook een monster. Ook ergens gekregen of zo. Goed. Er is een Hansaplast Herstel voetencreme opgemaakt. Ik heb een rode klaver opgemaakt. Van de tuinen. Is altijd voor mensen met opvliegers.
Perfect. 1, 2, 3. 4 mesjes opgemaakt. Ik trek die kop er altijd af. Want dit is plastic. Ik haal ze altijd bij de Action, daar zijn ze 5,99. Maar de Kruidvat 8,99. Goed, ik heb een tomatenkruin opgemaakt. Toen ik vorig jaar op vakantie gekocht heb. En ik heb een make-up stash weer uit zitten mesten. Deze is niet meer goed, dus die gaat weg. Dit is cream blush. Ik kan er niks mee. Ik heb niks met cream, dus hij gaat gewoon weg. Lippenpencil die op is. Oogpotlood die op is. En deze is ook op, want hij geeft geen kleur meer af. En ik had een oogpotlood gekocht van Essence en dat geeft gewoon niks af. Dus dat. Dan heb ik een aantal lipsticks die ik weggooi die gewoon te lang zijn. En ja, ik ga deze niet verkopen. Ik ga ze ook niet. Ik heb deze al een aantal keren gebruikt, maar ik heb veel liever matte lipstick dan deze. Ik heb veel liever matte lipstick dan lipstick die binnen 2 seconden eraf is. Zoals deze, die is, nou ja, het is een mooie kleur, maar het is er heel snel af. 1 keer eten en het is weg. Dat was bij deze ook. Ja, en ik heb ze gebruikt. Ik ga ze niet verkopen ook. En ik heb ze gewoon aan mijn lippen gehad. En ik vind het gewoon niet hygiënisch. Dus deze gooi ik gewoon weg. Geldt ook voor deze. Geef mij maar gewoon matte lipsticks. Die ook, dat is ook niet mat. Maar mijn excuus ervoor, maar ik ga daar echt niet. Niemand hoeft er ook voor te mailen of zo. Ik heb het in dit zakje gedaan. Ik heb die monstertjes van de adventkalender van Duitsland opgemaakt. Ik vond ze wel hartstikke fijn. Maar ja, 1 keer of 2 keer gedaan. Ik heb het 2 keer gedaan, want je hoeft er eigenlijk niet zoveel van te hebben. Maar het is natuurlijk glas, dus ja, in 1 keer was het natuurlijk bijna weg. Dus ik heb er eigenlijk 2 keer van genoten en dank u wel. Ik heb nog vitamine 50 plus opgemaakt. Liquid oogschaduw. Ja, nou jongens. Zit mij maar lekker. Ik doe misschien iets verkeerds. Ik heb het gedaan zonder primer. Met ogenprimer. Ik heb het zelfs laten zetten, maar het wil niet werken bij mij. Deze heb ik opgemaakt, Birds and Bees. Dat is een soort lippenbalsem. Ja, maar dit is pepermuntsmaak in, dus dat begon een beetje heel erg te tinten. Een lipgloss. Nou, ik heb het vele maanden geprobeerd, maar het lukt mij niet, dus dat betreft. Ik gooi het gewoon weg. En toen was natuurlijk de tas leeg. Dus ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. Druk op het belletje. En dan blijf je altijd op de hoogte. En dan